2019 was de laatste editie en eindelijk mogen we vandaag weer de Meppel City Run. Achter mij staan enorm veel lopers. Er doet een record aantal mee van 2500 lopers vandaag. Het is prachtig weer. Dit belooft een hele mooie dag te worden en we nemen jullie gezellig mee. Goedemorgen, ik sta hier naast Hans, voorzitter van de Meppel City Run. Jullie zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. Hoe gaat het daarmee? Nou, het gaat naar tevredenheid. We zijn tevreden hoe het tot nu toe gaat. Het is een uurtje, twee uurtjes voor de start van de 4 mijl, van de 8 mijl. Dan is het altijd hectisch, dan komt er heel veel samen. Maar tot op heden zijn we tevreden over hoe het gaat. Ja. Oké, mooi om te horen. Er werken zo'n 150 mensen mee aan dit evenement op een dag als vandaag. Hoe lang bereiden jullie daar nou op voor? Ja, een half jaar zijn we zo'n beetje bezig met de voorbereidingen voor deze ene dag. Met een commissie met 15 mensen. Met verschillende professionaliteiten die erin zitten. Logistiek, PR, vrijwilligers. Ja, het is echt een club van 15 mensen die er fanatiek mee bezig is. Nou, jullie vallen in ieder geval op. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Arend. Ik ben Matt. En namens welk team lopen jullie? Toyota van de Lindemeppel. Oké, super. Met hoeveel man zijn jullie? Ik zie hier echt een hele club staan. Volgens mij een stuk of 20 dit jaar. Heel veel inderdaad. Ja, ik zie het. En hoe is bij jullie de voorbereiding gegaan? Is het een beetje volgens plan? Of? Niet echt volgens plan. Ik heb niet heel veel voorbereid. Maar ik ga wel alles geven. Dus ik denk dat het wel goed komt. Oké, dat is positief. En hoe is het bij jou? Nee, ik heb niet voorbereid. Dat is... Maar we gaan er zeker voor en dan gaan we gewoon knallen vandaag. Ja. En hoeveel mijl gaan jullie lopen? 4 mijl. Okay. Ja, volgens mij iedereen, de hele groep. En wat verwachten jullie er zelf een beetje van dan? Het wordt een hele zware run. Dat wel, maar half uurtje, dat moet wel lukken denk ik. Oké, een half uurtje. Dus dan moet ik jullie eigenlijk straks even weer spreken. Dan gaan we kijken of jullie het hebben waar kunnen maken. Ik ga niet voor het half uur, maar... Ik denk, onder 35 minuten moet wel lukken, denk ik. Oké. Dus, Nou, netjes. Ik wil jullie heel veel succes wensen en natuurlijk ook veel plezier. Jullie lopen namens Isala. Iedereen is werkzaam binnen Isala? Ja, zeker. Ja. Team Isala hier dus. Hoe is de voorbereiding geweest? Optimaal. Heel goed. Nee, individueel. De een iets meer dan de ander, maar we doen wat we kunnen. Ja. En jullie zorgen dan ook goed voor dat jullie bij elkaar blijven lopen? Of hoe ziet dat er straks onderweg uit? Ja, we gaan wel als team lopen en we zien wel hoe het loopt. Als de een wat sneller gaat, is het niet erg. En we gaan elkaar wel opwachten bij de finish in ieder geval. Oké, nou dat is mooi. En wat verwachten jullie er verder van? Hoe het gaat? Nou, dat gaat natuurlijk fantastisch. We lopen met elkaar en we maken er gewoon een feestje van. Ja. Komt helemaal goed. Ja, en de gezelligheid is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ik wens jullie heel veel succes toe en zet hem op. De lopers staan klaar en ik ga toch eventjes, ze gaan allemaal hard naar achter, maar ik ga toch naar ze toe. Ben je zenuwachtig? Wel nee, ik heb vooral heel veel zin in. Ja? Ja, het is een mooie stad en super weer, dus het wordt gewoon gezellig lopen zo. Super, mooi om te horen. Hoe staat het bij u met de zenuwen? Nou, totaal geen last van. Nee hoor. Heb je een beetje goed voorbereid? Totaal niet. 2 weken geleden corona gehad, dus we gaan zien. Het wordt spannend. Ik... Nou, gewoon lekker lopen. Goed zo. Hi, mag ik vragen wie je bent? Hoi, mijn naam is Sharon van Panderix Beekhof in Meppel. Topsponsor hier bij de Meppel City Run voor het eerst. Oh, wat leuk. Voor het eerst dus. Ja, ja. Heb je zelf ook affiniteit met hardlopen of sport? Of... Ja, ik ben wel sportief. Hardlopen niet helemaal mijn ding. Maar gelukkig hebben we wel een aantal lopers ook van Team Panderix en Slow die hier meelopen. En wij staan zelf ook voor duurzaamheid. We staan voor als een fit bedrijf richting de toekomst. Dus we vinden het superleuk dat wij hier zelf ook meelopen en ook groot zichtbaar zijn. Dus ja. Hartstikke leuk. Gaf jij ook het start zijn straks, begreep ik? Ja, die taak mag ik doen. Dus ik hoef zelf niet mee te rennen, maar ik mag wel het start zijn geven. Ja. Ja. Oh, hartstikke leuk om te horen. Ja. En ga je ook nog een keer zelf meedoen, denk je? Hardlopen? Of... Ik heb wel eens meegedaan hier, dus wellicht de volgende editie weer. Ja, wie weet. Ik sluit het niet uit. Nee. Nou, hartstikke leuk om te horen. Dan wens ik je ook heel veel plezier vandaag. Dankjewel. En het is een mooie dag, dus... We gaan er wat moois van maken. Precies, dankjewel. Succes. De 8 mijl. En dan kijken ze aan.
Oh, wat een mooie groep. Ook Jeroen, die gaat mee. En dan langzaam maar zeker worden de straten helemaal gevuld met die toppers die hier vandaag van start gaan op de 8 mijl. Startschot, dat was door Sharon ten Berge namens Van Dries. En ook zij zal straks de 4 mijl om 2:30 gaan starten. De langgerekte links gaat hier aan ons voorbij. Ik zag dat jullie hier vanochtend al zaten en nu nog steeds met z'n allen. Ja, wij houden van de cityrun van Meppel. Wat zeg je? Wij houden van de cityrun van Meppel. Ja, en waarom dan? Wij normaal staan we altijd in de Ammonstraat. Dit jaar staan we voor het eerst hier bij onze vrienden hier. De Ammonstraat is altijd een heel groot feest. Wordt heel veel versierd. En nu zitten we hier gewoon met vrienden. Ja. Ja. Ah, en dit is wel eerste rang natuurlijk. Ideaal. Ja. Een flesje bier erbij, heerlijk. Ja, het ziet er gezellig uit moet ik zeggen. Borrels erbij, hartstikke leuk. Nou, en zometeen komen de eerste lopers binnen, dus heel veel plezier. Ja, dankjewel. Ja, de eerste deelnemer die staat op het punt om hier over de streep te lopen. Het is niet deze meneer, maar we wachten even tot we hem zien. En dat is een superatleet, want we zitten aan een toptijd, hoor. 43 minuten in deze wedstrijd. We gaan naar een prachtig atleet hier op weg naar de lijn. Ja, daar is die. Van deze wedstrijd. Een welverdiend applaus met een enorm mooie tijd. Een hele mooie. Was het mooi? Ja. Ging goed. Hoe was de sfeer onderweg ook? Heel leuk. Ja? Veel mensen, publiek. Mooi. Ja. Hier is de nummer 2. Van harte gefeliciteerd. Hoe was het? Pittig. Ja. Viel het tegen? Ja. Eerste man. Ja, vooral het tweede gedeelte. Hier komt alweer. Die jongens gingen te hard verstapeld. Tweede gedeelte. Ik denk even rustig aan. Ja, snap ik, maar hey, mooie tweede plek. Ja, dankjewel. Een mooie dag. De eerste vrouw komt over de finishlijn. Met een hele mooie tijd. Daar is ze. Engelse mijlen. We hebben het over de nationale. Ontzettend goed gedaan, van harte gefeliciteerd. Hoe voel je je? Ja, blij. Ja. Ging je naar verwachting? Nou, het ging beter dan verwacht. Ja. Ik had vorige week NK gelopen. Vierde plek. Ik ben heel ontevreden mee. Vier Engelse mijlen. En ik wilde vandaag even revanche. Maar ging heel goed. Ja. Super. En de Scania 4 mijl. Tineke, presentatrice van RTV Meppel heb ik hier. Hoe was het gegaan? Ja, het is zo warm. Ja.
Ik moet even bijkomen hoor. Het is heel leuk. Heel veel mensen. Maar het is echt zo warm. En hoe was de sfeer onderweg? Ja, leuk. Heel veel muziek. Heel leuk. Heel veel moedigende A-mensen. Maar ik moet nu echt even. Kom maar lekker op adem. Dankjewel. Topsport in Meppel. En wij beginnen met de uitslagen bij de vrouwen op de 8 mijl. En dan zien we bij de vrouwen op een prachtige derde plaats in 57-29. Ze is lid van de sprinter uit Meppel, Janneke Molenhuis. Daar komt Wiebel met de bloemen. Champagne mag je zelf in de mooie bokaal doen. En die is voor jou. Op een tweede plaats met een eindtijd van 57 minuten en 19 seconden. Ze komt uit de Ruinen, Mariska Kolk. Mariska, 2. En er zijn nog mensen die hun tassen moeten halen. We hebben er nog 5. En straks hebben we Rad van Avontuur. En op een eerste plaats, dames en heren. In een eindtijd van 57-15. Dus maar 4 seconden verschil. En het 1, 2 en 3 zat nog geen 15 seconden verschil in. Dus dicht bij elkaar. Ze komt uit Meppel. 57-15 als eindtijd. Arlette Roux. Ja, en kijk eens aan. Ook hier worden de bloemen gebracht. Een bokaal. Envelop en een bos bloemen. Hij neemt zijn tijd er wel voor. En dames en heren, een geweldig applaus voor dit mooie podium. Bestaan uit Janneke, Marissa en Arlet. En dan allemaal. Nou, kijk eens aan. De 8 mijl voor de mannen. Was toch al even een puzzeltje. Want als je het goede startnummer hebt, dan val je altijd op. En dat was wel even puzzelen voor onze organisatie. Wij zien daar. Vandaag op een derde plaats met een eindtijd van 44-53 uit de gemeente Meppel, Alwin Heiting. Het wordt niet slechter, zegt hij, bij derde. Ja, ja. Ja, die zijn het mooi voor de vrouwen. Dat is mooi thuiskomen, zegt hij dan. Of niet dan? Oh. Op een tweede plaats, met een eindtijd van 44-18. Hij komt uit Vollenhoven. Dames en heren, Daniel Klappen. En ook Daniel is er, ja natuurlijk. En de winnaar, dames en heren, in een eindtijd van 43-55. Hij is lid van Start 78. Hier is Erik Balding. Mooi startnummer had je. Ja, dat was een zoekplaatje, man. En dan kijk eens aan, dames en heren, een geweldig podium. Uw applaus is voor Alwin, Daniel en Erik. We gaan naar de huldiging. De ceremonie protocolair op een derde plaats uit Eensveen. Eline Kelly. Prachtige tijd ook. 24 minuten en 13 seconden. De mooie beker, de enveloppen met inhoud en de bloemen. Dan gaan we naar een andere dame. Zij scoort prachtige tijden. Woensdag, stationsloop Aline. Ja, moet gebeuren. Maar hier wordt ze vandaag tweede. Aline Kootstra uit Dalfsen, dames en heren. Fantastisch gedaan. 23-49. En de zoenen. Eén keer links, één keer rechts. Dan gaan we naar een prachtige dame in het midden.
Zij werd dit jaar al vierde bij het Nationaal Kampioenschap in Venlo. Liep al de Rotterdam Marathon in 2 uur en 40 minuten. Nationaal toploopster uit Stuifzand, oorspronkelijk afkomstig. Hier is Jacqueline Gruppe, de kampioene op 4 Engelse mijlen. Met een prachtige tijd. 21:39 is een nieuw parcoursrecord. Dus dat zijn 2 mooie enveloppen. Aan jou de heer Wiebo om ze netjes te overhandigen aan Jacqueline. De eerste prijs, het parcoursrecord, de beker en de bloemen. En dan krijgen we een mooi moment. De dames die gaan straks even mooi bij elkaar staan op de nummer 1 positie. Ga even lekker bij elkaar staan, moet kunnen. Ja, fotografen, daar komt die. De beste 3, Eline, Aline en Jacqueline. Ze zijn de snelste dames hier op 4 Engelse mijlen. Op een derde plaats, hij loopt voor Scania. Fantastische tijd, 20:31. Roerdier McDonald, dames en heren, voor een derde plek vandaag hier in Meppel op de 4 Engelse mijlen. De enveloppen en de beker en de bloemen. Dan gaan we naar een mooie tweede plaats. Hij loopt voor de sprinter. Dan ben je thuis favoriet. Tweede plaats voor Mats Meijer. Even een applaus. 20 minuten en 25 seconden. En voor hem natuurlijk ook de mooie bloemen. Een iets beter gevulde envelop in de beker. Dan gaan we naar een mooie man. Hij won al de Enschede Marathon. Dit jaar ook weer actief daar met een mooie eindtijd. Hij is een echte hardloper pur sang uit het Friesland. Hier is de winnaar, Geert Jorritsma. Prachtig gedaan. 19 minuten 54 seconden. En daarmee is hij bij de groten gekomen in de palmares aller tijden op de 4 Engelse mijlen. Mannen, even mooi bij elkaar staan. Gaan we er een mooi plaatje van maken. Dit zijn de beste 3. Roerdier, Mats en Geert. De beste 3 bij de 4 Engelse mijlen. De 9e editie zit erop van de Meppel City Run. We kunnen volgens mij terugkijken op een fantastische editie. Achter mij zit nog echt een plein vol mensen. Even te genieten van een hapje en een drankje. Gewoon gezelligheid met een muziekje erbij. Volgend jaar dan zijn we er natuurlijk gewoon weer bij. Om weer gezellig verslag te doen. En dan hoop ik dat u er ook bij bent. Wij zijn er in ieder geval wel bij. En wij gaan nog eventjes even wat lekkers drinken. Doei!